Hi, mijn naam is Paul van Meekeren. Ik ben 28 jaar en ben vastbowler van Nederlands Elftal. Ik ben begonnen met cricketen dankzij mijn vader. Die was een voetballer, die voetbalde in Haarlem bij HFC. En dat was dan in de zomer rood en wit, cricketclub rood en wit. Dus daar heb ik tot mijn 18e gecricket. Een paar jaartjes in ACC bij ACC en toen ben ik naar Engeland verhuisd. Dat ging heel snel. Ik had altijd de droom om naar WK 2015 te gaan in Australië. En ik dacht, nou, ik ga niet betrokken zijn bij het kwalificatieproces. Maar hopelijk een paar jaar later mag ik dan toch mee. En toen speelde ik op een gegeven moment voor het Nederlands zelf wel een wintertour naar Dubai in India. Met 6 A-spelers of getalenteerde spelers. En ik was een van die 6 jongens die daar was voor uitgenodigd. En daar heb ik het zo goed gedaan en sindsdien eigenlijk heb ik altijd bij het Nederlands elftal gezeten. Dus ja, nu al bijna 10 jaar. Ja, dus ik ben net een paar dagen terug van de CPL. En dat hebben we gewonnen. Dus dat was al super. Überhaupt dat ik daar überhaupt heen mocht, had ik nooit verwacht. Dat een hele eer om ook de eerste Nederlander te zijn die daar naartoe mocht. Dus ik dacht, die ervaring wordt al heel bijzonder. Als ik na 1 wedstrijdje mag spelen, dan is dat gewoon mooi meegenomen. En toen heb ik de eerste 5 wedstrijden gespeeld, een dagje rust gekregen en uiteindelijk 8 van de 12 wedstrijden gespeeld. En dan, ja, toch het mooiste was om dan nog het hele toernooi te winnen. En dan met jongens als Chris Gayle en Darren Bravo te spelen, Dwayne Bravo. Dat was een hele kickervaring. En dat, hopelijk kan ik die ervaring ook meenemen, het Nederlands elftal. Cricketeer is amateur, mensen kennen het niet. Vaak als je zegt ik speel cricket, oh, is dat spel dat je door een poortje moet slaan. Of op het paard, toch? Nee, dus het is gewoon niet heel erg bekend in Nederland. Dus, en in de West-Indies, in de Caribbean, in Engeland, is het gewoon een hele grote sport. Dus als je zegt ik speel cricket, dat is hetzelfde als je speelt ik speel hockey of voetbal hier in Nederland. Iedereen weet precies wat de sport is en wat er gebeurt. En hoe belangrijk sommige wedstrijden wel en niet zijn en het niveau. Dus je hoeft gewoon niet uit te leggen wat je doet. En in de Caribbean is het echt heel een soort van powerplay voetbal, powerplay cricket. Dat elke bal echt voor 6 gaat. Minder tactisch. Gewoon zo elke bal zo hard mogelijk beuken. En dan hoe wij het met Nederland zelf te spelen is toch wat meer schaken als het ware. Dus momenten waarvan we denken nu moeten we aanvallen. Nu moeten we een beetje verdedigen. Dat was wel de grootste verschillen. Ja, ik heb vorige winter als Uber Eats bezorger gewerkt. De wintermaanden, ik woon in Engeland, er werd niet gecricket, dus geen inkomsten. Dus toen moest ik wat anders verzinnen en ik wilde heel graag bij andere counties mee kunnen trainen. Dus ik zocht iets dat heel flexibel was. En toen kwam ik bij Uber Eats uit en dat is toen redelijk viral gegaan. En voor een wintertje was het hartstikke leuk. Lekker autootje rijden vind ik leuk. Nederlandse radio op in Engeland en lekker relaxen. Dus dat is hartstikke prima, maar het is nu wel extra fijn weer aan het cricket te zijn. Mijn favoriete hier in Nederland is het Indonesisch. Ik hou van een lekkere rijsttafel met rendang en smoor en weet ik wat allemaal. Maar dat hebben ze helaas niet in Engeland. Dus dan wordt het vaak gewoon een pizzaatje als ik dan thuis op de bank zit. En ik mag een keertje een cheat meal nemen, dan wordt het een pizza. Ik denk dat ik een heel ander soort veld heb gezien, de posities waar we onze fielders neerzetten. Ik denk dat ik daar veel geleerd van heb en dat we, als ik gesprek heb met de coach en de captain, dat ik dat kan delen en dat we daar misschien ook wat mee gaan doen. Ik denk het relaxte en het is natuurlijk high pressure cricket en high performance, maar ik denk dat je bij dat soort toernooien ook heel veel relaxte en een soort van no worries, weet je, it's just the game. Iets en niet dat we echt beseffen dat het hier of voor de lol gaat, tuurlijk ook voor prestaties, maar aan het einde van de dag staat niet onze baan op het spel. Want in Nederland spelen we toch echt voor de passie van de sport en voor dit soort ervaringen en niet dat je zegt we gaan hier heen om echt dik te verdienen en hier kan ik mijn beroep uithalen. Veel van onze jongens hebben gewoon een bijbaan ernaast en ik denk dat we alles echt moeten realiseren dat hoe minder druk we op ons leggen dat het om een toekomst gaat qua werk, dat je zomaar je contract kan verliezen, dat gewoon niet zo is. En dat je gewoon echt voor je plezier kan gaan cricketen. Hè? En dat er geen druk is op winnen of verliezen. En ik heb nu vaker met Nederlands wel van meegemaakt, als in dat soort momenten betreft gewoon waar iedereen voor zijn plezier speelt, dan hebben we echt de beste wedstrijden ooit gespeeld. Dus
En als we op zo'n manier spelen, dan kunnen we echt elk land verslaan op het WK. Mijn nieuwe kapsel. Ja, nee, dat was de coach die had afgesproken als we de finale zouden winnen in de CPL, dat hij dat kapsel zou nemen. En toen zijn we met z'n allen de teamruimte gekregen en het kapsel. En toen zei ik, weet je wat, doe mij ook maar als een soort van sportsmanship idee. En het was, vond ik zelf, een stukje beter. En toen ben ik toch in aankomst hier in Nederland toch nog even naar de kapper geweest om het bij te laten werken. En toen vind ik zelf eigenlijk erger geworden dan dat het was. Dus daar heb ik eigenlijk wel een beetje spijt van. Ja? Super.